Nummer 14, de Treffers, thuis op Sportpark Zuid tegen nummer 13, Jong Sparta. Beide ploegen staan maar net boven de degradatiestreep en dus is winnen noodzakelijk vanavond op Sportpark Zuid. En Nick de Bond geeft de bal maar eens goed voor in de openingsfase en dan is het meteen raak. Koen Maartsdorf, de Graafschap, is waar hij vandaan komt. Maar hier in Groesbeek viert hij het alsof hij een echte Groesbeker is. De 1-0 voor de Treffers, hij is zo broodnodig. Maar een paar minuten later staat Dervi Soklu achter de bal en is de redding er nog wel van Cornelis. Maar is het Agge die er 1-1 van maakt. Zijn eerste treffer voor Jong Sparta. Hij speelde dit seizoen ook al één duel voor het grote Sparta in de Eredivisie. Maar nu dus de belangrijke gelijkmaker. En dan kan de Treffers weer van voren af aan beginnen. Cornelis met de lange bal. Weggekopt door Agge. Robin Jansen. Dat is een prima lange bal. Op Christophe Bacek. Kan de bal voorgeven, wordt nog even onderweg aangeraakt. Maar tegendraads ingekopt is het 2-1 voor de Treffers. Vlak voor rust. Het is de Bond die je maakt. En het feest is weer terug in Groesbeek. Goede voorzet van de Cameroenees. En tegendraads, toch knap ingekopt, is het 2-1 voor de Treffers. In de tweede helft gaan beide ploegen gelijk op. Maar zien we hier dat een achterstand in een sprintduel voor Bacek geen enkel probleem is tegenover Soares Fonseca. Wat een achterstand maakt hij goed. En hij zorgt er ook nog voor dat Maartsdorf zijn tweede van de avond kan maken. Geweldig gedaan door Christophe Bacek. Zijn tweede assist en de goal is er van Maartsdorf. En dan lijkt de wedstrijd toch wel beslist. In de blessuretijd, Dervi Soglu. Met de voorzet onderweg ook weer aangeraakt. En dan is het El Kagati die het nog spannend maakt. Want het is nog 3 minuten voor het laatste fluitsignaal dat Jong Sparta deze treffer maakt. Maar helaas voor de Spartanen is het wel de laatste treffer van deze wedstrijd. En wint de Treffers na 3 nederlagen in 2018 eindelijk weer een keer. En is het feest met vuurwerk voor de rood-zwarte uit Groesbeek. De Treffers wint.